En het enige wat hier dan nog mist, is een leuk bootje of een leuk vlot. Hier kun je gewoon in en die blijft drijven. Magisch. Wat als de boel overstroomt? Ik woon behoorlijk beneden zeeniveau in de polder. En volgens de overstromingskaarten van de overheid kan het water hier stijgen van 2 tot 5 meter diep. En dat is best wel wat. En ik heb dat laten zien hier aan de trap. Ik heb gemarkeerd waar ongeveer een meter is, 2 meter, 3 meter tot 5 meter. En dan kan je zien dat het echt heel ver omhoog gaat naar de zolder. En dat er dus bijna niks meer hier droog is. Dan kun je hier zien dat 5 meter helemaal daar is. Dat is echt heel hoog. Dat houdt in dat deze hele verdieping niet meer bruikbaar is. Beneden is niet meer bruikbaar. Het is allemaal water. Daarom heb ik besloten om op zolder de nodige dingen op te slaan. Zodat we een droge plek hebben om te kunnen wachten op hulp. Hier heb ik dan wat extra voedsel opgeslagen. Wat eten, wat drinken, wat verzorgingsproducten. Wat ik hier ook heb liggen zijn de vakantiespullen. En onder andere de slaapzakken. Dat iedereen hier ook een deken heeft naast degene die hier natuurlijk al slapen. Maar dat die allemaal hier warm kunnen zijn. En dit zou dan de uitgang zijn. Nou, dit is dan mijn dak. En het enige wat hier dan nog mist, is een leuk bootje of een leuk vlot. En dan gaan we vandaag maar eens naar kijken of dat ergens te koop is. En wat doe jij als de boel overstroomt? Ja, dan kan je alleen rennen voor je leven en je gezin en je alles bij elkaar pakken en verder naar een hogere plek komen. Boten bouwen. Ja. Nou, en ik woon daar bovenop, dus ik woon 68 meter boven NAP. Ik zeg altijd, iedereen is van harte welkom bij mij zometeen als alles overstroomt, want dan kun je bij mij gewoon nog warm slapen. Zoals afgelopen winter zagen we ook inderdaad het water omhoog komen. En dan denk ik, oké, voor en achter kan het allemaal eroverheen stromen en dan zit ik misschien nog wel droog. Ja, je weet niet of die dijk het dan houdt. Hebt u een bootje op zolder? Nee, die heb ik niet. Nee. Dan hoop ik dat er een helikopter komt om me daar weg te halen. Ja. Als moeder van 5 kinderen wil Janneke graag voorbereid zijn. Ik zou niet durven beweren dat ik voor alle scenario's 100% voorbereid ben. Maar ik ben wel voorbereid op wat als er iets misgaat. Op wat voor manier dan ook in het dagelijks leven. Dan heb ik in ieder geval thuis voor de kinderen bijvoorbeeld genoeg medicatie en dat soort dingen. Ik heb wat eten op voorraad. Ja, alles in mijn tuin is eetbaar. Ik heb kippen, dus ik heb al in geen jaren mijn eigen eieren hoeven kopen, want die worden gewoon gelegd. We broeden ook elk jaar kuikentjes uit. Ik kan licht regelen, ik heb een noodradio en dat soort dingen, zeg maar. Ik denk dat het een stukje geruststelling geeft, dat je niet zo afhankelijk bent van anderen en dat je de dingen zelf kunt regelen, als het moet. Ik ben niet bang dat er iets gebeurt elk moment, maar ik weet dat het wel kan. En als het dan toch zo zou zijn, dan wil ik voorbereid zijn. En niet op hulp hoeven wachten van iemand die met een vliegtuigje of een helikoptertje over te poppen. Goedemorgen. Kan ik u ergens mee helpen? Nou, wellicht. Ik woon in de polder. En ik heb laatst gerealiseerd dat het water bij mij kan stijgen tot 5 meter hoogte. Ja. En dat zou inhouden dat ik alleen nog de zolder over heb en daar wellicht uit weg moet komen, zeg maar. En nou dacht ik, ik heb een groot stuk plat dak. Mm-hmm. Kan ik daar niet een bootje neerleggen? Bestaat er iets wat ik daar neer kan liggen, wat wellicht daar kan blijven in weer en wind, wat daar langer kan blijven liggen? Ja. Of iets kleins wat ik op zolder kan leggen? En er moeten 7 mensen in. Ja, we hebben een paar opties. Hier zit een redvlot in. Die verkopen we voor schepen. Ja. Als het schip zinkt op zee, dan valt deze, gaat overboord. Kan wel tegen storm, zeg maar, ja. Is het idee. Ja. Oké. Okay. Dit is een modelletje van wat hierin zit. Oké. Okay. Die gooi je bij jou op het dak. Ja. Je trekt aan dit touw. Ja. Trek. Magisch. Daar komt eruit. Oké. Okay. Hier kun je gewoon in en die blijft drijven. Okay. Het enige nadeel is dat er geen voortstuwing in zit. Ja, een paar paddels. Je blijft puur drijven en... Ja. Ja, oké. Okay. En zijn er dan nog, want het is een reddingsvlot, zijn er nog extra dingen dan aan boord voor redding? Is er voedsel, water? Ja. We kunnen gewoon bij de leverancier bestellen dat hij er water in doet, voedsel in doet. Ja, EHBO. EHBO-kitje, vuurpijlen. Oh, kijk. En dat een zit witte er... vlag. Een witte vlag, ja. Maar dat zit er allemaal in.
We kwamen binnen en werden heel enthousiast ontvangen door Leon. Die heeft ons heel goed geholpen en van alles uitgelegd. Heel veel waardevolle informatie. En ik denk dat we wel een beslissing kunnen nemen nu. Nou, nu ik alles zo heb gezien, is dit de allermooiste optie. Maar deze is nogal duur. En op het moment heb ik daar denk ik niet genoeg budget voor. Dus ik denk dat ik in eerste instantie zou gaan te sparen voor zo'n vlot in de toekomst. Want dit is wel, zeg maar, het toppunt. Het idee. Het ding. Ja. Maar ik denk niet dat ik dat nu... Helemaal omdat je voor 8 persoons moet. Heb ik iets voor jou voor de overweging? One moment. Het is zo heerlijk awkward allemaal zo. Heb ik hier een oud vlot. Oeh. Die is over datum. Oké. Ik geef geen garantie dat die het doet. Mag je meenemen? En dan kun je kijken of het echt wat voor je is. Supercool. Als ik straks thuis kom met dit reddingsvlot en die kinderen die ruiken dat, dan moet ik denk ik de slaapzakken van zolder gaan halen en de luchtbedden, want die willen daar vanavond in slapen. Ik hoop dat je er plezier aan hebt. Geweldig, hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt goed. En veel plezier. Hele goede middag. Ik hoop dit nooit dat je het nodig hebt. Ik hoop het ook. Ja. Maar voor het geval dat? Ik ben begonnen ergens rond 2016. Ik weet dat ik toen die serie, die Doomsday Preppers op Natural Geographic, vond ik altijd hilarisch. Ik vond het heel overdreven altijd. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ze hebben wel een punt. Want wat als de supermarkt opeens dagenlang gesloten is of zo? Wat dan? Ik had ook een beetje gegoogeld. Toen kwam ik op de pagina Preppers Nederland op Facebook. En er waren ongeveer 100 leden. Dat ik, nou, het leeft eigenlijk ook niet echt blijkbaar. Maar ik denk, meld me aan. Toen dacht ik, nou, ik begin eerst dan met een voorraadkast. Zoals opa en oma vroeger allemaal hadden. Die noemden we ook geen preppers. Maar die hadden allemaal gewoon een voorraadkast. Zo begon het eigenlijk. En dat groeit langzaam uit. En dan denk je, nou, dan wil ik ook water. En dan denk je, nou, goh, maar als het dan winter is en het is koud, dan wil ik ook het warm kunnen hebben. Wat als het nou zomer is en het is heel warm, kan ik het dan ook koud hebben? Wat als het donker is? Ik wil ook licht. En zo breidt dat langzaam uit. En heel veel hobby's die linken een beetje samen. Want moestuinieren is een hobby, maar kan je ook preppen noemen. Naaien is een hobby, kan je ook preppen noemen. Dat je eigen kleding kan maken. Hetzelfde geldt voor haken of breien of paddenstoelen zoeken en herkennen. Vind ik erg leuk om te doen. Is een hobby, maar kan ook preppen zijn, want je weet meteen ook of je het kan eten. Hoe vinden je kinderen het? Zijn zij inmiddels ook preppers? Ik denk dat ze meer preppers zijn dan een gemiddelde kind. Maar nee, ik denk niet dat ze preppers zijn zoals mama is. Maar dat hoeft ook niet, want ik doe het voor hun. Ze hoeft het zelf niet zoveel te weten, denk ik. En ik wil ook niet dat je kinderen van slag brengt misschien met een heleboel enge verhalen over wat er allemaal niet in de toekomst kan gebeuren. Ik vind het niet nodig. Dus ik prep voor hun en ik probeer ze wat bij te brengen hier en daar over de planten die je kunt eten buiten bijvoorbeeld. Die gaan we elke lente gaan we ze af. En hoe je ze medicinaal kan inzetten bijvoorbeeld. En ze weten wel dat we een voorraadkast hebben en dat ik een bootje op mijn dak wel leuk zou vinden, maar... Ik denk dat ze zich er niet heel veel mee bezighouden. En dat vind ik ook niet dat hoeft. Ik moet lekker kind zijn. Yes. Nou, laat ze meenemen. Kan je hem helpen tillen? Oh, kijk eens. Nou, pas op de rand. Leg meneer. En daar zit er ergens een touw aan, had die meneer gezegd. Van 10 meter lang. Die moeten we er helemaal uittrekken en op het laatst moeten we een harde ruk geven. Oké? Oké. Rustig aan, want we kunnen het maar één keer doen. Nog meer. Oeh, volgens mij zijn we op het rukpunt aangekomen. Kijk. Oké, dus nu moest hij 1 harde ruk. Oké. En hier kun je met z'n 4 in? 4 persoons. Kijk, er komt ijs op. Ja, is natuurlijk verdoelbaar dit. Het is helemaal niet zo heel groot. Klim er eens in dan. Ja. Schattig. Ik kom erin. Oh ja, paddles. Als er iets gebeurt, dan wil ik het zelf kunnen regelen zo ver mogelijk en zo lang mogelijk als dat gaat. En ik wil dan niet afhankelijk zijn van de hulp van iemand anders. Ik ben gewoon misschien een eeuwige, drammerige peuter met zelf doen. Precies dat het. Ik ben gewoon nooit groot geworden. Storm opzij! Storm opzij!